Hey, hallo, ben weer thuis. Fijne dag gehad, allemaal goed gegaan. Goedemorgen, het is vrijdagmorgen 5 april. Ik moet zo meteen nog iemand een fijne verjaardag wensen. Dat ga ik even appen. Kaartje is natuurlijk ook al onderweg, maar dat is, moet ik even doen. De eerste dag van de examens, dus dat betekent dat ik vanaf nu korte vlogs ga doen, behalve in het weekend, want dan heb ik wel weer tijd. Nu ga ik zorgen dat ik een lunchpakketje klaar heb en een tussendoorpakketje. Dat me aangereikt kan worden, want ik heb niet echt pauzes tussendoor, vermoed ik. Dus dat moet allemaal kant en klaar en makkelijk zijn. Mijn haar zit al vast. Ik heb al een t-shirt aangedaan in plaats van iets met lange mouwen, want het was van de week elke keer bloedheet. Dus we gaan aan de bak. Ik ga eens even een ontbijt maken en mijn lunchbox in elkaar zetten. Tot straks! Zo, nou, ik heb me net mijn longen uit mijn lijf gehoest. Het slijm moet er allemaal weer uit natuurlijk, wat erin is gekomen. En het zit lekker in mijn longen ook op het moment. Nog eventjes witlof bij de laatste hamster naar binnen gooien. Heeft hij ook weer witlof. Ik heb in elk geval een bakje met witlof. Daar doe ik op school nog een dressing door, die heb ik gewoon op school staan. Twee snackworstjes erbij. Ik heb nog een shake mee. Wat heb ik nog meer mee? Blokjes kaas zijn dan al op school, want die had ik al geregeld. Had een collega al geregeld, moet ik eerlijk zeggen. Blokjes kaas zijn er al. Ik heb water gewoon standaard op school. Nootjes. Hele goede, laten we die ook meenemen. Het worden walnoten. Zak walnoten in mijn tas. Dan heb ik in elk geval ook altijd nootjes. Dus nootjes, worst, kaas, groenten, shakes. Nou, moet de dag mee doorkomen. Ik ga nog even mijn water opdrinken en dan ga ik weg. Dus ik zeg tot vanavond. Doeg! Hey, hallo, ben weer thuis. Fijne dag gehad, allemaal goed gegaan. Nu eten maken. Ik heb bami voor de jongens, staat op. Voor mezelf heb ik broccoli en ik heb kip. En de kip heb ik gewoon lekker gestoofd met de deksel van de pan af, kun je zien. Gewoon een kipcarbonaatje. Simpel kipkruiden erop, in de pan, bakken. Laag zit, kwartiertje pruttelen. Top. En broccoli. En hier staat dus de baar. Zo. En de meatball straks. Ja, en ik heb een vest staan, ik heb mijn kachel uitgezet. Want het wordt morgen en overmorgen gewoon 18 tot 20 graden. Heerlijk. Echt lekker weer. Ik ga zo meteen nog lekker een rondje fietsen. Oh ja, en kipkruid. Ik gebruik deze. Die zijn zonder zout. Ik had de kipkruid van de toko altijd. Daar hebben ze iets in gedaan. En nou krijg ik jeuk. Dus ik gebruik deze maar even. Daar kan ik wel tegen. Maar wat er nou anders in zit, weet ik niet. Goed, ik ga even mee te maken. Tot straks. Even snel een fotootje van mijn bord of een beeldje. De kip. En een berg broccoli. Ik denk broccoli is een 300, 400 gram of zo. Zo, ik moest even een monstertje uitlaten. En die is nu uitgelaten. En nu ga ik op de fiets. En een rondje fietsen. En dan naar de biep. Biep moet ik wegbrengen. Dus ik zie jullie later weer even. Ik weet nog niet of het onderweg wordt misschien wel. Het is prachtig weer, jongens. Heerlijk. Even fietsen. Tot straks. Zo, weer thuis inmiddels. Hier hebben we een flits kunnen zien. Niet van het fietsen, maar van het van de biep. Het was daar hartstikke druk, dus ik moest echt even een hoekje zoeken waarin geen kinderen voorbij aan het rennen waren. En daar heb ik heel even snel wat boeken kunnen filmen. Maar ik heb weer een stapel mee. Een serie van 3 boeken van Hetty Luiten. Het zijn allemaal streekromans. Een boek van Johan G. Veenhof, ook een streekroman. En heel saai, nog een streekroman.
Maar dat leest gewoon super lekker weg. Oh ja, mijn portemonnee die had ik ook. Ja, en zoals je aan mijn neus kunt zien, het was best wel koud buiten. Viel mij tegen. Het zonnetje was er wel, maar het was echt koud. Dus ik heb nu lekker met mijn vliesje aan. Dan heb ik het verder hier in huis niet koud. Maar het was echt koud buiten al. En de zon was weg. Jammer. Goed. Valerie komt straks nog een poosje. Die gaat even de week doornemen, denk ik. Met mij dan. En ik ga nu eens even lekker wat drinken zoeken. Daar heb ik wel zin in. Nou, ik was nog niet uitgesproken of Valerie was. Het is nu 21:15, dus de hele avond hebben we lekker zitten kletsen en doen. En ik kreeg nog een super lief cadeautje van haar. Een heel mooi bosje tulpjes. Die moeten nog even uitkomen. En lekker rituals. En een super gaaf mok. Ik had toevallig van de week tegen haar gezegd, oh, ik moet ze een nieuwe mok halen. Want ik drink nog steeds uit mijn kerstmok. En waar komt deze lieve schat naar mij aanzetten? Kijk nou. Super lief. Dankjewel lieve, ik ben er heel blij mee. Nou, nu ga ik lekker naar bed. Net de hamsters voorzien van eten en drinken. Ik neem een boek mee. En dan is er morgen weer een nieuwe dag. Dus trusten. Ja, en voor mij is het weer prikdag. Dus er ligt al een spuit klaar. En dan ga ik zo B12 prikken. Dus dat weer binnen. Ik had eigenlijk gisteren moeten prikken. Maar ik weet ook niet waarom ik dat vergeten ben. Maar afgesproken leg ik het altijd naast mijn bed neer. Maar ik had mijn bed verschoond. Dus misschien dat het daarom gebeurd is. Nou ja, kan een keer gebeuren. Ik merk dat ik het echt koud heb. En echt moe ben. Dus ik ga lekker slapen. En ik had gisteren nog even een foto geplaatst op Instagram van mijn sokken. Alleen inmiddels vielen wat weg. Maar kijk, dat zijn gewoon zwart-witte, zwart-grijze nopjes. Ze zitten wel super lekker. Dus ik ga nog even kijken of ze nog meer paren hebben. Meer soorten. Want die uiltjes zijn wel heel leuk. Ik heb nu best wel veel sokken die slecht aan het worden zijn. Maar ja. Dan moet je ze af en toe zo nieuw zijn. En ik had laatst van die happy socks of zo. En die zijn wel heel lekker, maar ook heel dik. En dit zijn lekker dunne sokjes. Nou, ik ga me even omkleden. Ik zie jullie straks terug. Nou, de B12 zit erin. Het is voor mij tijd om te gaan slapen. Ik zie jullie graag terug in een nieuwe video. Dat is morgen. Dat zal wel een langere worden, want het is weekend. Yes. Goed, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet niet om het blauwe duimpje omhoog te doen. Abonneren, dat kan hier beneden. En dan zie ik je graag terug. Kijk dit 's morgens een hele fijne dag en kijk dit 's avonds. Slaap lekker, heb mooie dromen. Doei!